Dear friends, I want to share something special with you. I'm very impressed by this man. For many years, he is working very hard, every day, to help the less fortunate in society. And by the way, he gets no money for it, nothing at all. He just wants to help the poor. That's it. It's incredible, very inspiring. As I promised you, we have many interesting guests on this program. So make sure you subscribe to my channel and hit the notification bell so you don't miss any of my new video's. Nou let's talk to this special guest! Lieve mensen, vandaag in de rubriek Short Talk alweer een bijzondere gast. Iemand die zich al jaren belangeloos inzet voor de minder bedeelde in de maatschappij. Dames en heren, Ton Koopman, vrijwilliger bij de Voedselbank Enschede Haaksbergen. Meneer Koopman, welkom bij uh, trending topic. En welkom bij de Voedselbank. <laughs> ja, hoe gaat het vandaag? Ja, lekker. Ja, ik heb net een paar dagen vrij gehad, dus ik ben helemaal uitgerust voor dit interview. Oké, okay, heel goed. Nou, meneer uh, Koopman, um, uh, u doet eigenlijk uh, mooi werk. Hè? U levert een belangrijke bijdrage aan de samenleving, hè? Uh, namelijk het helpen van arme mensen. Waarom heeft u besloten om vrijwilligerswerk uh, te gaan doen? Uh, ik was klaar met mijn uh, betaalde werk, zeg maar, uh, uh, vroeg pensioen. En uh, toen dacht ik: van ja, ik kan achter de geraniums gaan zitten, maar dat leek me geen goed plan. Dus uh, ik ben gaan zoeken naar, uh, naar passend en, en, en nuttig en zinvol vrijwilligerswerk. En dat heb ik gedaan via de Volksuniversiteit hier in Enschede. En daar hadden ze vacatures uh, hangen, uh, waaronder twee van, voor de, bij de voedselbank. Nou ja, Voedselbank kende ik natuurlijk wel als verschijnsel, maar ik kon er eigenlijk niks bij voorstellen. Dus ik denk, oh. Maar omdat het profiel erg, erg, erg veel, veelbelovend en uitdagend uitzag, denk ik, ik ga daarop reageren. En toen ben ik bij de toenmalige voorzitter op gesprek geweest. En in de, in de locatie waar ze toen zaten, waar wij toen zaten, dat was in het pol, op het Polaroid-complex... Uh, uh, performance Factory. En uh, heb ik me verbaasd over de enorme omvang van de voedselbank. Toen, uh, bijna zes jaar geleden, was dat, uh, hadden wij uh, ongeveer net zoveel cliënten als nu op dit moment. En uh, uh, het leek wel een bedrijf. En uh, nou ja, ik ben gewend om, uh, of ik was gewend om in het bedrijfsleven te werken, om organisatorisch werk te doen. En uh, ik denk, nou, dit, dit lijkt me wel wat. En toen ben ik begonnen als uh, coördinator op de vrijdag bij de uitgifte. En, um, ja, van het een komt het ander. Uh, uh, ik ben uiteindelijk uh, een paar jaar later in het bestuur gaan zitten. Verantwoordelijk voor uitgifte en voedselhandeling. En, um ja, dat is de zes jaar geleden gebeurd en ik ben er nog steeds, dus het bevalt. Ja, heel goed, heel goed. Nou, uit onderzoek is gebleken dat mensen die vrijwilligerswerk doen, ja, geluk ervaren en ook uh, dat ze gezonder zijn. Dat blijkt althans uit onderzoek van de Universiteit Gent. Uh, klopt dat? Want u zit uh, lang in het vak. Ik heb net veertien dagen griep gehad, dus wat dat betreft dat is me niet bespaard gebleven. Maar uh, ja, ik, ik, ik kan me daar heel erg in vinden in, dat, uh, in die stelling, want... Um, ja, het, het, het geeft je uh, voldoening. Uh, je bent lekker bezig. Uh, bij de Voedselbank NSG Haarsbergen kun je zelf aangeven hoe lang je en hoeveel je wilt werken. En we, er is heel, heel veel soorten werk. Dus uh, zowel op het gebied van uh, het inpakken van pakketten, uh, het uh, meehelpen bij de uitgifte. als ook organisatorisch werk eromheen. En, uh, het, is natuurlijk, het is een organisatie van ongeveer, duik, uh, sorry, ongeveer 100 uh, vrijwilligers. Dus ja, dat moet ook enigszins uh, uh, strak georganiseerd worden en gestructureerd zijn. Want anders dan uh, ja, uiteindelijk is alles wat wij in de week doen erop gericht om vrijdag een zo mooi mogelijk pakket uit te geven. En uh, dat moet je toch op een gestructureerde manier doen. Dus plannen van wanneer zijn mensen aanwezig. Uh, we hebben voor iedere dag een dagcoördinator die de, uh, de zaak aanstuurt en voedselveiligheid en, en arbo en dat soort zaken in de gaten houdt. Nou, en daar mag ik dan weer uh, uh, boven zitten en, uh, en leiding aan geven. Oké, okay, we komen straks op, uh, op de organisatie terug. Uh, maar even een dingetje, hè? Want uh, Nederland behoort tot de rijkste landen ter wereld. En ik las, ik, smoette, ik moest toch even. <laughs> ik schrok er even een beetje van. Dat één op de 10 mensen onder de armoedegrenzen uh, leven. Dat, dat zijn meer dan. Ja, en uh, wat is er aan de hand? Nou ja, het, het probleem is, uh, kijk, we hebben in Nederland een goed vangnet uh, voor wat betreft uh, uh, mensen die een problemen komen. Hè. Als je geen werk hebt in Nederland, heb je een WW of een uh, 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 participatiewet zoals dat nu heet, waar je een bijstandsuitkering kunt aanvragen. Dus op zich is de, uh, zeg maar het vangnet in Nederland is goed. Alleen, uh, dat is niet gericht op mensen die meerdere problemen hebben. Wij zeggen zelf altijd van, uh, bij de voedselbank kom je als je echt twee of drie grote problemen hebt. Dus of... En geen werk. Maar ook bijvoorbeeld een echtscheiding. Of uh, ja. Ja maar daar dat hoort wat bij. Want alleen verlies van werk heb je net al een behoorlijke uitkering. Maar als je daarnaast. Uh, uh, gaat scheiden en je hebt twee woningen nodig, ja, dan gaat het natuurlijk hard met je, met je uitkering of met je inkomen. En uh, dus wij zeggen altijd: als er meerdere problemen zijn, dan, dan kom je al heel snel bij, uh, bij een voedselbank terecht. Want wij hebben strikte normen, uh, die zijn gebaseerd op uh, 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 jaarlijks vastgestelde criteria. Dat doen wij samen met, uh, uh, met het NIBUD, landelijk wordt dat vastgesteld. We hebben in Nederland 165 voedselbanken die allemaal verenigd zijn in een vereniging van uh, Nederlandse voedselbanken. En daar stellen we jaarlijks uh, gemeenschappelijk de, de normen vast waarop mensen zich kunnen aanmelden. En die normen zijn eigenlijk best wel uh, laag. Um, je moet rekenen dat je ongeveer op 50% van het bijstandsniveau moet zitten om in aanmerking te komen voor de voedselbank. En dat kan eigenlijk natuurlijk niet, want bijstandsniveau is het laagste niveau. Maar als je daarbij uh, uh, schulden hebt moeten maken, uh, je moet je huis gedwongen verkopen waardoor je een restschuld hebt. Uh, of uh, je zit extra lang in een, een uitkeringssituatie waardoor zeg maar grotere uitgaven moeten worden gedaan. dan kan het zijn dat je uitkeringsniveau weliswaar uh, redelijk is. maar dat je uh, lastenniveau zo hoog is dat je niet genoeg overhoudt om, om te eten. Oké, okay, want dat kan iedereen overkomen, heb ik begrepen. Hè? Dus het is, uh, wat zijn de voornaamste redenen dat mensen een voedselpakket aan, aanvragen? Ja, werk dus, of beter gezegd afwezig, afwezigheid van werk, uh, gezondheid, uh, uh, mensen die daardoor uh, veel extra kosten moeten maken, uh, echtscheidingen, uh, verslavingsproblematiek, uh, uh, ja, een veelvoud van, 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 van problemen. En die problemen die gaan niet voorbij aan bepaalde vo bevolkingsgroepen. Um, je ziet vooral door de uh, diepe crisis die we de afgelopen jaren hebben gehad, dat ook mensen die nooit hulp hebben hoeven vragen, die nooit een probleem hebben gehad, toch heel diep in de problemen kunnen komen. En vaak is die problematiek acuter nog dan mensen die langzaam afglijden in een, in een, in een probleemsituatie. Omdat als je bijvoorbeeld ZZP'er bent en in één keer geen omzet meer hebt, dan kun je niet zeggen: doen noem maar even een WW-uitkering, want die krijg je niet. Dus dan moet je bijstand aanvragen, maar dat duurt lang en uh, daar ga, daarbij. De beoordeling daarvan is echt dermate complex dat uh, dat, dat echt, echt maanden kan duren voordat je uitkering hebt. En dan kan het zo zijn dat je, dat je heel snel, vaak niet zo lang, maar wel heel snel in de problemen komt en diep in de problemen komt. Oké, okay, maar ik denk dat het, uh, de insteek tijdelijk is: hè? dat jullie mensen helpen. Want uh, het is niet de bedoeling om. Uh... Nee, nee, nee. Zeker waar. Uh, we hebben daar uh, ook daar uh, uh, richtlijnen voor. Uh, drie jaar is feitelijk het, uh, de termijn waarop je, waarbinnen je weer moet kunnen redden. Uh, en die termijn die van drie jaar is niet willekeurig gekozen. Als je uh, bijvoorbeeld schuldsanering hebt, dan duurt dat in Nederland ook drie jaar. En uh, die, uh, die termijn houden we aan. Van de andere kant is het wel zo dat uh, gemiddeld genomen, de mensen uh, binnen 11, 12 maanden gemiddeld zich weer kunnen redden. Dus uh, mensen zijn hier meestal niet langer dan een jaar. Gemiddeld. Er zijn natuurlijk uitzonderingen die wel de hele termijn uit moeten zitten vanwege de diepe problematiek. Maar, uh, uh, en je ziet ook dat uh, die termijn gelukkig korter is geworden. Toen ik begon bij de Voedselbank uh, kwamen mensen hier gemiddeld 18 maanden. Dus anderhalf jaar maakten ze gebruik van de Voedselbank en op dit moment is dat 11 maanden. En dat heeft te maken met het feit dat uh, de economische situatie in Nederland weer wat beter geworden is... Uh, dat mensen dus wel sneller weer uh, een baan kunnen krijgen. Want ja, inkomen is toch heel belangrijk voor, uh, om te voorkomen dat je, dat je zodanig diep in de problemen zit dat je hier moet aankloppen. Leuk vinden mensen het niet. Nee. Nee. Uh, dat, uh, goed. Wat zijn de uitdagingen om een uh, voedselbank draaiende te houden? Want het is een compleet bedrijf met allerlei uh, logistieke lijnen. En, uh, dus, uh, wat zijn de uitdagingen? Twee grote uitdagingen. Dat is voedsel, voldoende en gezond voedsel binnenkrijgen. Wij uh, hebben als Voedselbank in Nederland het standpunt dat we geen voedsel kopen. Uh, er is in Nederland zo ontzettend veel voedsel over wat niet geconsumeerd wordt, hè, wat vernietigd wordt, wat uh, uh, hergebruikt wordt, wat als veevoer gebruikt wordt, hoe dan ook, uh, dat wij zeggen van uh, uh, daar, daarmee moeten wij een, een voldoende pakket kunnen samenstellen. En dat is ook feitelijk zo. Uh, als je goed je best doet als voedselbank, en je, hebt, je zorgt voor een netwerk van uh, vaste leveranciers. En dat, zijn, uh, uh, dat kunnen industrieën zijn, industriële uh, bedrijven die uh, chocoladepasta, broodjes of, of dat soort dingen maken en die spullen over hebben. Maar dat kunnen ook gewoon uh, uh, leveranciers zijn die uh, één, twee of drie keer in de week bezocht worden door ons. En waar we restanten ophalen. Restanten die altijd binnen de THT-datum moeten zijn? Nou, dat, dat is wat ik... Volgens mij is het heel moeilijk. Want je hebt te maken met houdbaarheidsdatum ja. en het uh, opslag. En ja, hoe hebben jullie een bepaalde manier om dat goed... Uh, aan, de, aan dezelfde voorwaarden moeten we ons ook houden... Uh, als uh, alle andere mensen in de voedselketen. Of er nou een winkel is, een, een supermarktketen of een fabriek die uh, voedsel maakt. NVWA, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, die heeft hele strikte normen voor voedsel. En dat geldt zowel voor houdbaar voedsel als voor vers voedsel, als voor bevroren voedsel. Um, uh, en, en voor ons geldt, net als bij Albert Heijn, buiten de THT-datum is weggooien. Daar kunnen we niks mee. Dus um, uh, wat wij proberen te, uh, te realiseren is dat wij voedsel van uh, bijvoorbeeld supermarkten of supermarketers krijgen, wat net nog binnen de houdbaarheidsdatum is, zodat wij het diezelfde week nog kunnen uitgeven. En uh, dat is een uitdaging, want uh, uh, supermarkten willen ook wel graag voedsel kwijt wat, 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 wat net over de datum heen is. Maar dan mogen wij het ook niet meer. Kijk, als het binnen de THT-datum, tenminste houdbaar tot datum, uh, nog kan worden ingevroren uh, of op een andere manier uh, kan worden geconserveerd, dan kunnen wij er wel iets mee doen. Maar een zakje sla uh, uh, wat maandags binnenkomt en waar woensdag als THT-datum op staat, kunnen wij vrijdags niet meer uitgeven. Dus dat moeten wij ook weggooien. Ja, dat lijkt me een hele grote uitdaging. Maar goed, jullie krijgen het heel goed voor elkaar. de uitdaging is geld. Uh, Zo'n organisatie als de onze uh, heeft een budget van, heeft geld nodig naar de grootte van ongeveer 100.000 euro per jaar. Uh, we hebben hier een groot complex wat we, wat we huren. Uh, we gebruiken veel energie, want uh, alles moet gekoeld en bevroren worden. En uh, dus dat is ook een grote kostenpost. Uh, we verpakken zaken. Uh, verpakkingen worden omgepakt naar kleinere verpakkingen, dus verpakkingsmateriaal. We hebben drie bussen waar we uh, de leveranciers mee uh, uh, langsrijden. En uh, uh, die, die kosten ook diesel en, en, en benzine. Dus dat soort dingen. En ja, als met al hebben we dus ongeveer 100.000 euro per jaar nodig aan, uh, aan middelen. En krijgen jullie steun bijvoorbeeld van de gemeente, van de politiek? Ik bedoel, hoe zit dat? Of kan het beter? Het kan altijd, altijd beter, maar uh, wij zijn heel blij met de gemeente Enschede. Die, dat is onze hoofdsponsor, zeg maar. Uh, daar krijgen we een fors bedrag per jaar van uh, zo'n kle kleine 40.000 euro in de gemeente Haarsbergen. Naar Ato een uh, minder groot bedrag. Uh, dat is on voor ons de basis voor, de, uh, uh, voor onze begroting. Daarnaast uh, hebben wij, uh, doen wij activiteiten op het gebied van. Het inzamelen van geld, fundraising. Uh, wij uh, staan jaarlijks uh, munten te verkopen bij de Profeet. Dat levert ons een bedrag van 10.000 euro op. Daarnaast hebben we een aantal grote stichtingen die ons sponsoren. En, uh, en kleine uh, giften. We zijn blij met elk uh, tientje zeg maar, wat binnenkomt. En de rijke mensen, want in Nederland uh, lopen steeds meer rijke mensen rond, heb ik ook gelezen. Ik dacht, nou, uh, misschien uh, doen ze ook iets. Uh, de... Zeker, uh, ja, onze uh, naaste gemeente uh, uh, is een, 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 een stichting van, uh, van een, een textielfabrikant van vroeger. Die heeft een hoop geld vrijgezet voor uh, het sponsoren van dit soort activiteiten. En daar krijgen we ook een heel fors bedrag van per jaar. Dus ja, de, de, uh, als je goed zoekt, heb je goed voedsel. En als je goed zoekt, kun je ook geld genoeg krijgen. Maar je moet er wel achteraan. Je moet er constant mee bezig zijn. Ja, ja. Want ik kom heel veel op scholen om met kinderen te werken. En ik ja. zie ook best vaak uh, activiteiten, inzamelactie. Dat, 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 dat helpt ook. Alle kleine beetjes helpen denk ik. De kerk misschien. Ja hoor, uh, um, uh, ja, vaste uh, uh, activiteiten jaarlijks op het gebied van uh, zeg maar in de tijd van de feestdagen. Dan, uh, dan hebben we de ja, laatste vier uh, jaar inzameling gedaan samen met uh, RTV Oost. Uh, Waarbij we uh, de laatste twee jaar bij alle supermarkten hebben gestaan en uh, daar voedsel hebben ingezameld, houdbaar voedsel. Uh, daar kunnen we meestal wel een half jaar mee vooruit. En uh, scholen doen, uh, doen incidentele activiteiten, maar ook uh, wel gemeenschappelijke uh, activiteiten, waarbij... Uh, wij een stukje voorlichting geven uh, in de klas en een, een presentatie houden. En waarbij de kinderen uh, uh, gaan inzamelen. En uh, dat zijn ook hele mooie dingen. En nou, wij, zijn daar ook, uh, 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 wij vinden daar uh, twee dingen van. Uh, je maakt de voedselbank bekender bij mensen. Uh, want over het algemeen, zeker een, een, een aantal jaren geleden, zag je toch dat de voedselbanken een, uh, minder bekend waren, maar ook die zo'n geweldig imago hadden. En daar vinden we dat we heel veel uh, belangstelling voor moeten wekken. En, uh, en het is ook goed dat kinderen ermee geconfronteerd worden. Want, uh, Realiteit, namelijk. Ja, de ervaring hè? leert ook dat als je uh, voor een klas staat en een voorlichting geeft, doe dat zelf een aantal keren per jaar, uh, dat er bijna altijd wel een, uh, uh, in zo'n klas iemand zit die ook uh, uh, of bij de voedselbank is geweest of, uh, of er nog zit. En dat is in eerste instantie schrik je daarvan, maar in tweede instantie is dat ook zo logisch als dat. Want eh, wat ik al zei, het kan iedereen overkomen. En dat houdt dus ook in dat in elke wijk, in elk, bijna in elke straat, in NSG wel een cliënt van de voedselbank zit. We hebben eh, op dit moment 425, 430 huishoudens die wij wekelijks bedienen. En eh, nou ja, dat, de, dat gaat heel NSG door. Sommige wijken wat meer, andere wijken wat minder. Maar het komt overal voor. En ik denk dat ze heel blij zijn met jullie hulp, want ik heb hier en daar uh, ook mensen gezien die bij de voedselbanken, uh, ja, langskomen, die die echt blij zijn met zo'n pakket, hè. Zeker. Dat komt ook omdat de pakketten zijn goed. Uh, wij zijn in staat om een afwisselend en uh, 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 goed pakket op het gebied van basisvoedsel en zo te verstrekken. Dus mensen zijn daar inderdaad blij mee. Kijk, toen, zes jaar geleden hadden we veel chips en veel koekjes en veel uh, spullen die uh, ook wel aardig en, en lekker zijn, maar die eigenlijk, eigenlijk niet geschikt zijn om als basisvoedsel te dienen. En door onze uh, eigen inspanningen en door de inspanningen van Voedselbank in Nederland hebben wij steeds meer vaste leveranciers die grotere hoeveelheden uh, basisvoedsel geven. En daar zijn we het meest blij mee. Oké, okay, heel interessant. Een laatste vraag. Hoe zit het met de vrijwilligers? Want het is vrijwilligerswerk, maar ik neem aan niet vrijblijvend. Je moet op wel afspraken kunnen maken. Wat is het beleid hierin? Het beleid, ons, ons, ons credo daarin, is, maar je gaf het eigenlijk zelf aan, is vrijwilligerswerk moet vrijwillig zijn. Wij vinden het heel plezierig dat mensen hier vanuit zichzelf komen. Mogen best wel met enige zachte hand gestuurd worden. In de zin van ja, participatiewet in Nederland dwingt mensen om wel wat te doen. Nou, dat vinden we niet zo erg, maar toch vrij, vrijwillig. Niet vrijblijvend, gaf je zelf aan. Klopt inderdaad, want wij moeten afspraken kunnen maken met mensen wanneer ze komen. Uiteindelijk is het zo dat vrijdagmiddag hier drie, uh, 450 uh, huishoudens komen uh, die een, 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 een goed pakket willen hebben. Dus wij moeten gewoon iedere week, uh, op elke dag, uh, ongeveer dezelfde hoeveelheid mensen hebben. En, uh, en het moet leuk zijn om te doen, dat is ons derde uh, speerpunt. Uh, want als je het leuk vindt om te doen, dan blijf je het ook lang doen en dan, uh, dan, uh, dan is de sfeer ook goed. Dat, dat vinden we heel belangrijk. En uh, ja, dat doen dus 100 mensen hier in, uh, in Enschede Haarsbergen. 10.500 mensen in Nederland werken bij voedselbanken en uh, doen dat allemaal voor niks. Uh, of er nou een voorzitter van een landelijk bestuur is of iemand die hier twee uurtjes in de week uh, komt helpen. Niemand krijgt een, een vergoeding daarvoor en dat willen we ook heel graag zo houden. Dat vinden we heel prettig omdat je dan ook geen scheve gezicht krijgt. Wat je nog wel eens ziet bij organisaties waar bijvoorbeeld een rode kruis waar je en betaald werk en vrijwilligerswerk hebt, dat daar wat wrijvingen zijn. En dat is op zich ook heel logisch. Hier hoeven we elkaar niet aan te kijken van god jij krijgt ervoor betaald en, uh, en ik krijg niks, hoe kan dat? Ja, de, die discussie hebben wij dus nooit. Nee. Ja, nou, ik moet zeggen, het is heel mooi. We hebben meerdere gasten in dit programma en een professor Jan Derksen die legde uit dat mensen die be zich belangeloos inzetten voor anderen, hè, dat het emotioneel intelligente mensen zijn, hè, die ook ja. uh, wat betekenen voor de samenleving. Uh, ik denk dat dat een mooie titel is om te, om te hebben, zeg maar. Hè. Dat is zo. Uh, uh, maar van de andere kant, je moet het ook uh, uh, meer naar de basis terugbrengen. Uh, de, 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 zeg maar, de groep mensen die bij de, de voedselbanken werken. Uh, is ook een doorsnede van de bevolking. Dat zijn mensen die uh, uh, topbanen hebben gehad en mensen die uh, zeg maar heel gewoon uh, uh, werk hebben gedaan. En daar zijn we juist ook heel erg blij mee. Want uh, de mensen die een topbanen hebben gehad, die zeggen misschien: laat mij maar lekker chauffeuren. Uh, ik, ik hoef niet meer zo nodig uh, zo ingewikkeld werk te doen. En anderzijds zie je ook dat uh, mensen die geen ingewikkeld werk hebben gedaan, het misschien wel heel leuk vinden om toch wat meer uh, verantwoordelijkheid te hebben en, uh, en, en uitdaging te hebben, precies. Uh, dus maar nogmaals, de, uh, de groep mensen die hier komt, die is uh, iets ouder dan gemiddeld. Uh, omdat die mensen meer tijd hebben natuurlijk. Uh, maar dat zijn ook mensen die uh, nog op een uh, opleiding zitten, die nog op school zitten, die uh, dan een aantal uh, maanden komen werken omdat ze nog even geen vervolg hebben. Of uh, tussen twee opleidingen of tussen de opleiding en het uh, werk hier komen. En dat zijn mensen die tijdelijk geen werk hebben. En dat, hebben, uh, dat is meer geweest dan op dit moment, gelukkig. Omdat ook uh, vrijwilligers van de voedselbank weer een baan krijgen. En uh, dus het is een hele gemeente groep mensen die, uh, 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 die hier langs komen. En dat, uh, die zijn ook, wij zijn on onafhankelijk, wij zijn niet verbonden aan gemeentes, aan kerken of aan, aan, aan andere instellingen. En, en dat zie je ook terug in de, in de mensen die hier komen. Die komen uit alle hoeken van de samenleving. Okay, heel, heel mooi om te horen. Het, de, de allerlaatste vraag, wat is het allermooiste aan uw werk, als u dat zou moeten beschrijven? Het allermooiste is dat ik, uh, ja, toch in een bepaalde mate zelf mijn tijd bepaal. Uh, dat in overleg uh, uh, heel veel mogelijk is hier en dat er een sfeer is waarbij je uh, elkaar respecteert en waarbij je uh, ook een gevoel krijgt dat je iets doet, iets, iets, iets nuttigs doet voor de samenleving. Dat is wel degelijk van belang. Wij vinden wel dat. Uh, dat de, iedere motivatie in feite voldoende is om bij de voedselbank te kunnen gaan werken. Of dat nou is omdat je anders uh, niks doet en thuis zit. of omdat je per se wat wil doen voor de maatschappij. vinden we allemaal prima. Maar je ziet over het algemeen wel dat als mensen hier wat langer werken. dat ze ook bevrediging krijgen in het feit dat ze iets leuks en iets goeds doen. En dat, uh, dat vinden we belangrijk. Ja. Nou, uh, meneer Koopman, uh, hartstikke bedankt voor dit interview. Het was heel inspirerend. Ik wens u veel succes met uw uh, werkzaamheden. Dank u wel. Nou, dames en heren, jullie hebben het gehoord. Een inspirerend gesprek met Ton Koopman, een voorbeeldburger zou ik willen zeggen. Daar kunnen we zeker wat van leren hier in dit programma. Trending Topic: het programma over het belangrijkste onderwerp ter wereld: de mens. Tot de volgende keer.